naar de volgende finale. Dat is programma nummer 23, de heren 100 meter vrije slag. Op aan 8 voor ZPC Amersfoort, Kinge Struijf. Op aan 1 voor de Dolfijn, Tom Lommers. Op aan 7 voor DWK, Tim Hogerwerf. Op aan 2 voor de Dolfijn, Kenzo Simons. Op aan 6 voor PSV, Stan Pijnenburg. Op aan 3 voor de startgemeenschap Albion WSS, Thomas Verhoeven. Op baan 5 voor Edvo, Luc Kroon. En op baan 4 voor PSV, Kyle Stolk. Dit is de finale, heren, 100 meter vrije slag. Snelle opening daar van Stan Pijnenburg en Kyle Stolk in het eerste gezamenlijke keer. En Stolk hier nu aan de leiding. Kijk ook Kenzo Simons daar in baan nummer 2 aan voor snelle. En als eerste keer in 22-48. Dat zijn openingen, dames en heren. Dat zijn hele snelle openingen. Hier dus nu Simons, de jeugdzwemmer, tegen Kyle Stolk. Daar keren ze nagenoeg gelijk en dan gaan ze op. Naar die laatste meters, op naar de muur voor deze finale 100 meter vrije slag. Kenzo Simons en Kyle Stolk, het is op het aantikken in baan nummer 4. Kyle Stolk in 46-88 en dat is een heel mooi nieuw kampioenschapsrecord. Kijk eens naar die tijden die hier gezwommen worden. Kyle Stolk, 46-88. Als u het programma voor u heeft, kijk eens, 4 tijden. Dat is 700ste langzamer van het Nederlands record. Een fantastisch kampioenschapsrecord. Hij wordt Nederlands kampioen. Uw applaus voor Kyle Stolk. We kijken nog even naar de verdere tijden, de tweede tijd, die 47-23 voor Kenzo Simons is een nieuw Nederlands record, 18 jaar. Fantastische 100 meter vrije slag, heren, finale achter de rug. En dan gaan we verder met de dames 100 meter rugslag, de finale bij de parazwemsters. Op aan 6 voor Hieronymus Suzy Pelles.